Kijk, hier staan we echt op de grens van Duitsland en van Nederland. Tegenover ons zien we Emden liggen. Daarvoor ligt de Dollard. De Eems komt uit Duitsland en stroomt hier de Dollard in. Een knelpunt in dit gebied is dat er met de ontwikkeling van de haven van Emden, met de ontwikkeling van de haven van Papenburg, waar de grote scheepswerf, waar de cruiseboten gebouwd worden, dat er dus veel gebaggerd is in dit gebied. Dat heeft ook zijn effecten gehad op de kwaliteit van het water. Er is sprake van een sterke vertroebeling in dit gebied. We staan hier op de sluis, waar je echt een harde overgang ziet van enerzijds de Westerwoldse A, die hier langs de grens loopt en hier de Dollard instroomt, zoet water. Rechts zien wij het Dollardgebied, zout water. Nou, het gemaal is hier een harde barrière tussen zout en zoet. Ja, dus met als gevolg dat er geen visintrek meer is. En dus vissen die zwemmen hier eigenlijk tegen een deur op. Of ze komen vanuit het zoete water en worden hier het zoute water ingespuit, zodat ze ook sterven. Nou, wat je hier eigenlijk zou willen, is dat je dat gemaal, dat staat hier natuurlijk niet voor niks. Dat staat hier natuurlijk om overtollig water af te voeren met tijden van hoog water en veel regen. He, dus dat gemaal weghalen, dat is natuurlijk een brug te ver. He, maar een opening hier ergens creëren, zodat er toch sprake is van brakwaterzones ook achter het gemaal, zodat er ook een geleidelijke overgang voor de vissen is. Ja, dat zijn toch maatregelen die je op dit soort plekken eigenlijk graag zou willen nemen. Die zijn ingewikkeld. Dat moet je doen met heel veel overleg met de mensen die er natuurlijk achter wonen. Je ziet hier ook de landbouwgebieden. Dus er is toch angst dat dat soort maatregelen leidt tot verzilting van de landbouwgronden. Nou, daar zul je met elkaar over moeten praten. Van hoe doe je dat en kan dat? En leidt dat ook tot ecologische winst? Of tenminste tot natuurwinst, zodat de rivier en de wadden ook weer met elkaar verbonden zijn.